Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. Mijn Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Noordwien. Goeie, en welkom bij Noordwien. Je hoort bij mij een bijzondere gast onder de tafel. Het is een acteur, regisseur. En misschien prikkel ik hem wat erop te zitten door de rechter. Jeff Friers is. Ja, nee. Wie gaat erom? Krikensburg Wennity in grauw. En drok dwaande bij een nieuwe voorstelling. Ik zorg als een zienvoorstelling, maar het is altijd meer dan zien. En in dit geval tegen met je vrouw. Verste Groen, hak het dan hoor. Jan Arends, hier Joer de gast. Tegen met Marijke Geersma en gitarist Eddie Mulder. Bollen ze er eigenlijk vanaf heel oktober heel iets moois van mij. Daar geef ik op praten. Jan, mooi is de best. Welkom. Dank je wel, hoe is het? Nou, best. Ja, het is, we hebben een prachtige simmer en we zitten goed in ons vel. En we hebben een prachtig stuk voor de toekomst. Voor oktober dan gaat het los. En we hebben 44 speelplakken. Boekt. Dus laat Roosje maar zorgen. Ja, we gaan in cv zitten te loeren. Ja. Dat is een alderhuurste lange list. Ja. Hij is het zelf bijhouden trouwens? Hoe volle vaststellings te oordien had? Of bist toen net nog van de cifers? Nou ja, doet ik nog met triade zit. Hekker op een gegeven moment even een beetje uitzag. Toen zit ik op zo'n 80 of zo. En nou stond ik met mijn rijke JNM Theaterwerk toch. Ik denk dat ik boppen de 100 zit nou. Premières. Ja. Wie dat ooit de dream? Nee, maar mijn dream wie wel om acteur te worden. Ja, dat zit er al heel jong in. Ik ben opgegroeid op een boerderij, Hardy Boer. En we hier een hele televisie. En ik zie het dan hier is de Akki Trooi en dat soort programma's. En dat vond ik zo interessant. Dat mensen, ik zeer zich acteren. Wist wat? Wat is dat een apart soort volk? En ik bleef altijd zitten tot de aftiteling voor het week. Ik weet waar het regisseert hier. Het Wutse regie, wist ik net wat wie. Maar ik hier zoiets van, de meeste verschenen dat die aftiteling, dat we dat eigenlijk makkelijk lezen. Ik steur me er nog altijd om dat ik in de bioscoop zit. En de film is daarom. En meestal ging er aan. Daar steur ik me om. Ik denk, zit hem blijven. Maar die zijn wie daar mooi niet. Nou ja, alle credits. En alle credits die maar even. Nou, en toen ben ik via de legerskwal op HBS komen in Snits. Ik ben opgegroeid op Jet. Bij Britse, dat is tussen Mantrum en Britse in. Baderadiel, wie er toen al. En toen moest ik op een fiets naar de HBS. En daar is de leefde van het acteren echt ontstaan. Door een Nederlandse leraar. Ja. Wat weer bijzonder. En die weerzin in het fietsen ook net, volgens mij. Ja. Ach god, jongen, ik heb zo'n hekel aan fietsen. Met mijn eigen baat op de stekker. Want ja, maar ik lees het, die mij wil graag fietsen, lul. Ja, en ik net. Ik hier altijd in de Wien. Ja. Had ik nog steeds fietste en ook weer waarom. En er was een hele groep fietsers, maar ging het wel. Maar ik was de enige op een HBS vanuit het dorp. Dus ik moest altijd alleen nog waarom fietsen. En dan deed ik altijd maar dat ik Jacques Anquetil weer of wist wel. En dan de eindstreep like dan bij Bozem. En dan kwam ik met een hand omheen voor de finish. Ja, belachelijk. Maar ik bedoel een spiele maar om Sjent te kennen dat ik op die thuis weer. Ja, ja. Maar ik had een soort rol dus. Het was een soort rol. Dat is die verpleegster in een hutfietser. Ja. Maar wat ik zeg, die Nederlandse leraar, dat was Frits de Vries. C.F. de Vries, dat was een heel apart manje. Hij roekte altijd naar aftershave. Nou, zo'n je zegt, hij was gewoon een homofiel. Maar zo'n die tijd wist je het woord niet eens, no? Nee. En hij had een apart neer. En een apart, en hij sigaretten rolde, dat was zilvershake, in een piepke. En dat rookte er in de klas altijd natuurlijk. Altijd rond praten weer. En hij had de handen altijd een beetje scheef omheen. En ik kon geweldig met die man opzetten. En die kon zo spannend vertellen over de mythologie. Over de Griekse drama's en Shakespeare. En hij kon zelf vertellen dat ze het zeerst. En toen dacht ik, wat is dit mooi. En toen ben ik, ja, toen ben ik over Shakespeare, Tsjechov. En zo ben ik een beetje van toneel begonnen. Ik ken een mooi ding een voorstelling daar op HBS. Nou, fantastisch. Het publiek laak om mij. Ik hier maar in je wutse tekst. Ik moest zeggen, wilt u nog tutti frutti, meneer? Maar ik deed dat en het weer een stuk van Goldoni. En toen dacht ik niet van, het publiek is 1200 mensen in zeel. Ik dacht niet
tutti frutti, het is Italiaans. Ik doe er even een sauskoer in. Dus ik zei, wilt u nog tutti frutti, meneer? En toen laakte die hele zeel, jongen. En ik denk, wauw. Doe ik zoiets van, wat is dit machtig? En is men weer een van die al die is hartstikke zit over zwongen, maar is men weer een bloedserieuze vrouw. En die is al die domme gewoon, jong. En dus dan zomaar net naar die, ja, zomaar naar jezelf. Net naar de borrelen, naar jezelf. En haar huid, mijn paken. Dan zei hij, hoe is die aan? En dan zei ik, best. En dan zei ik, best, dat ken het. Ik ken nooit best, weet. Er is altijd wel wat. Dus zou dat milieu ben ik een beetje komen. Dat hoort, nuchter. Ja, een beetje calvinistisch, denk ik. Een beetje krom. Ze roende ik al even wat krom, de fotmars. Maar kreeg u het in verhaal, toen we het niet lezen, ja? Net de indruk dat het in protte moeite kosten had om die uit dat boerenmilieu te ontwrakselen? Nee. Ik ben wel wiekelmelker geweest, 4 weken lang, bij een omke van mij, in Huns, Revert. Maar u zei het één keer simpel zijn. Toen zei de week een eerste zandje naast je. Toen zei Jan, ik vreeg je die één keer en nooit weer. Ik zei, dat is. Worst op boer worden? Ik zei, nee. Hij zei, hebben we er net weer over. En het bleek dat die krekking tijd dat de lichtboekstal kwam. Dus ik snapte wel dat hij dat vreeg. Want hij hier zit, dan maar we bouwen. Want ooit ben we te liets. Ja, uitbreiden. Uitbreiden. Werd de discussie nou heel bot ook geeft van, hier dat wel matten, ja, maar goed. Ja, manschot, hè. Ja. Maar en toen ben ik eerst röntgenlaborant geworden. Ja, in Grijns, hè? Nee, hier in Orde Diakonessen. Oh, toch in Grijnsland? Nee. Orde Diakonessen. Oh. Ik wist ik hoe het wordt het is. Dus ik heb gewoon... er waren HAVO, top, mooi wiskunde en natuurkunde, scheikunde vregen. En dat hier. Ik. En dat heb ik solliciteerd. En ik kwam daar... Een röntgenoloog, radioloog in de witte jas, die leidde me rond. En hij zei, wanneer kan ik beginnen? Ik denk, bleeksem, die heeft me hut genoeg. Eerste simmer, maar even... En toen ben ik in september begonnen en dat heb ik 4 weken in mijn onderbreking van oorlier changed. Bij Haslijn? Ik heb net voor line in changed. in Doorn. Ik ben, je dwars het haast net met de zee, maar ik ben marinier geweest. Ja. Dat was wel van dik hout. Dat was weer van dik hout, ja. En conditie was net normaal. Bewuste keuze of nou, ik wist wel net wat dat precies weer, marinier. En... ik moest naar Utrecht, naar Hollands Rading, dat koe 3 of 4 daar aan het worden. En er waren al je jongens van mijn leeftijd. En dan hield hij meer jongens naar huis. En toen zei ik op een gegeven moment, waarom mag ik naar huis? Nou, ze zijn hoe langer het beurs, hoe beter het voor jezelf is. Ik zei, oh. En toen waren er 5 van de 85 die doorbleven. En ik was een van die 5. Dus dan viel ze toch wel wat. No? Zo ben je dan ik wel. Ja, ben je mannetje. En toen zei ik, van domme is marinier weer. Ik zei, wat had het al zien? Nou, te zijn. Dus de eten is beter, de kleren zijn beter, de chin is wat meer. Ja, maar dat ik meer zie je. Maar dan was het wel een jellie langer. Nou, ik denk, jellie, dat is net zo slim. Dus toen ben ik marinier geworden. Maar dat is hartstikke een soort uitzoeging. Ik kijk het chin west, ja? Maar ik kan meer lijn dan zitten. Ja, kan ik je vertellen, bij de verbindingen. Ja. Chin is plichtig, in van de eerste lichtingen. Ik ben er echt 14 kilo zweter uitkwam. En ik had gewoon je rug die in eigenlijk. Dat komt de bel. Nee, wij niet. Maar mariniers, dat koest net als de klassieke chinsplichtige die eruit draaien. Nee, denk ik. Wij, de eerste 13 weken wien zwier opleeringen, naaks en al je oefeningen. En daarna ben ik ziek een paar worden. Dus in de ziekenboeg. Want ik weer er nog maar in en daar, toen moest ik bij de dokter komen. Ik denk wat er nou is. Ja, en dan skalt dat door marinier Arends melden bij de dokter. Het is wat hebben we nou? Dus toen zei die dokter in mij: bist u in die burgerlijk leven, burgerlijk bestaan, bist u dan röntgenlaborant? Ik zei: ja, dat klopt. Hij zei: dan heb ik al een baantje voor je. Dus toen week ik er nog maar in en daar, toen wist ik al dat ik nooit meer in 13 weken al een baantje hier. Dus dan ben ik de röntgenlaborant in dit ziekenhuis in Doorn, of die barak in Doorn. Ben. 1 klant per dag gemiddeld, wist je wel? Dat is een bruin leven. Totdat er een sergeant-major met een hersentumor weer, die wennen in Doorn zelf. En daar moest iemand heen in het weekend, ik heb weekendsdienst. En net iemand dwarren, want die man die Oeseraar, die weer een dikke 40, major Rozen, hitte die. En ik zei, ja, ik wil wel, ik ben ergens benauwd voor, dus ik denk, ik ga er wel heen. Ja, en heel lang verhaal kwart, maar ik bij die mensen intern wennen. Ik neem meer de marinierskleren aan. Ik heb intern bij die mensen gewoon naaks op de bank slipt om die man te verzwaren. Van, ik denk, 1 april tot augustus in de storm. Dus zo lang heb ik bij die mensen in de hoed gezet. Maar dat is net het marinierskip zet waar het nou kind. Nee. Hoe is dat, dus, spietig of net? Want ik heb een geweldige, dertrog heb ik een geweldige tijd aan. Maar die rainbow moment
gang daar. Nee, ja, maar ik werk net zo'n Rambo. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat sommige jongens dat wel heel aantrekkelijk vinden. Ja. In Noorwegen, in de bergen. Ja, dat moesten mijn collega's doen. Mijn en een machinegeweer paf te doen. Ja. Nee, ik heb nooit een geweer beter eigenlijk. Nee, dus ik heb wat dat betreft een hele bevoorrechte... Door die ziekte van die man, die er natuurlijk gestorven is. Het wie wel een hele. Misschien dat die man wie een heel donker uiterlijk. Heel donker. Hij hier dus een bult op een holle. Die tumor zit intern, maar die kwam ik naar boeten. En de eerste keer laai je daar. Een hele grote zwarte eren. Hij zei me jongen. En ik moest hem skeren. Toen, dat weekend. En ja, mooi mesje nog. Dus ik ship hem in en hij zei me, jongen. Hij zei me alleen maar over. En ik wist zo'n kwestje. En toen pakte ik het mesje en begon te skeren. Toen sloeg er me in een za. Klapje in de bek. Za. In één keer. Flats. En als reactie, ik denk, plaats. Dus ik sloeg hem weer om. En toen schrok ik zo van mezelf. Want ik denk, oh, ik hier een man mooi een bult te behollen. Die jou ik een klap van de bek. Ja. En hij shot me om met de grote heren. En die onttijden helemaal. En toen begon het te light zien. En toen zei je vrouw, ik zei net best, maar ik heel man een klap voor de kop, jong. Dan zei dat hindert niks. Ik zei nee, want het is een echte marinier. En nooit denkt er van, dit is een marinier. Een kerel. Ja. En daarna, had ik een keer een week mijn vrij hier, dan vreeg ik er mijn gebaren, werd die langer weer. Hij wordt die langer, hè. Dat die langer wie ik dus. Ja, dus die wil een heel bijzondere boom, hè. Hij is toen ook een mooie lange hier trouwens. Nee, dat moest er al, hè. Ja? Ja, hij is te pakken. Ik hier lang hier doe ik de kaam. En toen schalden ze op de terrein om van iedereen verplicht weer naar de kapper. Het is een krek een besluit van de regering geweest. Wij al je dan de kapper? Ja, want ik ook een beetje projecteer op die tijd. Wij verschillen nogal wat. Maar de dienstplichtigen, zorg ik al in mijn foto's in de kranten nog steeds met een petje op. Ja. En dat kwam altijd lang hier just, onderwijs. Ja. Maar doe eerst al eerste. Ja, die mariniers die moesten er goed verzwaar uit zijn. Dus de sezon van u, er is een nieuwe verordening. En we zijn al geknipt. En toen zei de man, de baks, idioot, de baas van de bak, die zei van, sorry, dat is een vergissing. Want hier weer draaien al bij elke neer. Dus hier is gewoon, zij is gewoon vernaaid daar. Ja, dat is hier een kwart, no? Gast het allemaal mooi lang. Prachtig mooi grief hier overigens. Ik zit me even te bedenken, Peter Koelewijn. Dit is even een flauw berichtje, maar ja, voor mij is hij redelijk kalend inmiddels. Daar zit net zoveel hier meer op, maar nee. Doet iets. Hier die woonbosk hier. Ja. En we hiepen er mij. Waarom eigenlijk? Komt van het dak af, ja. Klassieker. Ja, dat is, ik heb net zoveel jeugdzondes, ja, maar ik heb ooit binnen een keer... Al een peer, hoop. Ja, zeker wel. En ik ben een keer van het dak vallen. En daar heb ik in het ziekenhuislijn. Toen heb ik de krant al. Er weer net volle gebeurd, al is nacht alleen maar in weer in het ziekenhuis bedaren. Dronken drapje van dronken donderen? Ja, een dronken drapje. Wat moest er boven dan? Nou, het weer in, nou ja, dat is in de winter natuurlijk, is logisch. En ik weer goed in teksten maken op spandoeken. Ik heb ook nog spandoeken voor Atje Keulen maken toen in kampioen one-liners of net? Ja, een van mijn teksten had nog ooit een boek helpen van Het zal je mij maar wezen. Ja, dat weer Atje, dat weer in de tijd van dat veske. Ja. En ik hier direct nog bij staan. Weg met de Russen, zei Jelle tegen Atje op het kussen. Die had nooit de publiciteit halen. Dat koerde we nog net. Maar we hier een onderwijzer van een basisschool in Wjold. En die wie met een merken, wie er altijd op vakantie. En wij vonden als jonge meisje, wij winnen van school al. We zitten op middelbare school. Wij vonden eigenlijk dat die man, jij gewoon op een merken te werken. Wie maakt die speeltjes leren? Waar is die onderwijzer? Ja, die wie op vakantie. En die reed in een ein. Dus ik ging een tekst maken, doojerken, best oren weer op een merken. En dat zoenen wij op het dak van de squallen in Wjold zetten. Maar we winnen daarvoor in de kroeg bedaren. Bij Klaas van der Wal. En die hem zelf wel aardig zitten. Dus wij kwamen daar en we kregen Berenburg in kolenglazen. En het vreer 15 graden die nacht. Die heel koud. Ik denk dat het 160 zand was. Hè? En toen weer er iemand die zei van... Jan, we zullen nou even op dak. Omdat ik zei, ja jongen, dat is natuurlijk. Dus ik... Als toen dak was, jongen. We zijn naar boeten gegaan. Ik heb 12 linker lezen zo hier. Een neef van mij hier 12 jochter woont. Maar ik ben op de dak gestapt, hoe weet ik net meer. Maar ik stier op de dak en toen weer een van die maten van u die kwam thuis van zijn verkering. Die weer een nuchter natuurlijk. En die shot dus daar op de dak stond, toen weer het 4 uur en niks of zo. En die zei van, ja jongen, kom de waarde, ben je dronken en drop. Ik zei, oké. En ik ben zo naar onder gestapt, gewoon van dak al. En toen ben ik de del donderen op dat schoolplein. Mijn neef die toch dat ik deed in zo, dus die heeft me onder lezen nog het schoolplein oerlutsen van, hey je deed, jong je deed. Maar de dochter van de kroegbaas...
Greetje, die dacht van, hoe dit komt met die man, ik moet er wel even mooi in. Dus Jeroen, wie mooi roen en die zei mij daar op de groen vallen. Die had dus de sodemieter een leider uit de kroeg halen. Toen had ze mij op een leider, op het biljet, in de kroeg. Maar ik spuide reed. Oeps. Toen zei ze van, nou, de dokter moet komen. Dus de dokter uit Bozem, die is bij me komen. En die, ik weet nog dat hij zei, zie je wel wie ik ben? Ik zei, hey dokter. En hij moest dan naar het ziekenhuis. Maar dat reerde, ik spuide reed goed, maar dat wie beren me natuurlijk. Maar ik was wekker in het ziekenhuis in Snits. Wow. En daar heb ik, online. Maar ik moest gewoon, ik ging gewoon pinnen hollen van de kater en ja, maar, keerde me niks. Geen inwendige bloedingen? Nee, want toen zei die dokter Staal in het ziekenhuis, die zei van, dronken mensen zijn net nuchtere kalveren. Ze vallen wel, maar ze breken niks. Omdat je slap binnen natuurlijk. Ja, dus er is niks gebeurd. Ja, nee. Ik geef wat spierpijn of je dan. Het doet een beetje om mesh denken. En toen dacht hele scène met zo'n leider. En, en toen dacht ik, kom van de dag af. Ja. Dus dat, had ik dat noemen, maar ik altijd denken van dat moment. Ja. Nou, als het daar goed leeft. Ja. Ja. Want we beginnen naar de volgende plaat. Die komt van Robert Long. Ja. Ik wil net zeggen dat hij onderschat is, want hij had gelokt een heel soort succes hoor. Ja, ja. Maar hij is wel een beetje vergeten, ja. Het idee. En ik vind het mooi dat ze meer komen. Geweldige zanger en die teksten, fenomenaal. Fenomenaal. Ik weet net dat hij die zelf schreeuw een proze. Een heel soort wol. Toch wol, ja, hè? Ja, 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 ja. Maar ja. Dimitri Frenkel Frank, heb ik een heel soort schreeuw. Ja. Ja. We draaien nummer Mien, waarom? Nou, ik vind dat een fantastisch nummer, omdat het, ja, er zit zoveel vol in, dat je hoorde dat je denkt, oh ja, oh ja, oh ja. En in die tijd, ik leerde Marijke kennen bij theater in jontje 4 of 5 jaar. Ja, maar Marijke is die vrouw en daar gaan we eigenlijk nog op praten. Ja, want die, komt hij die in leven let ook in fietsen. Yes, maar dan gingen wij te Gerre naar Amsterdam. Want daar speelden Robert Long, Jenny Arjan, Dimitri Frenkel Frank, Jeroen Rehuus. Dat was een clubje die dien jonken hun werk, wat ze altijd dienen. Acteren, als wie een acteur, schreeuwer en zanger. Daar dienen ze dan van de lol zelf sketches opvoeren. Dat heette schets, satire, songs en ander snoepgoed. Improviseren dus. Improviseren. En, maar een hele leuke. En in de brakke grond in Amsterdam. En dan gingen wij er gewoon. Dat was een trijprogramma's hebben jongen. Vond ik zo mooi. Het weer acteren en het weer improviseren. Het weer jongen. Het weer. Nou ja, Jenny, Arjan en Hester de Corien. En Robert Long hier de teksten vaak. Maken denk ik toch. Fantastisch. Wat koop ik voor dat slap gelul over hasjes en dat spul van die langbehaarde vieze gore zwijnen? In een kamp en dan kastreren, nou dan zouden ze wel leren en die hele rotroep zou al gauw verdwijnen. En dat gekanker op Vietnam als toen die Nixon daar niet kwam, zaten we nu al lang onder de communisten. Robert Long, prachtig nummer, Mien. En onvregen, zo neem ik het maar even, trok mijn gast van Juurt, Jan Arends, mij een Z. Daar kom ik aan de bron bij hem, dat is, want er zit nog een verhaal achter Jan Arends, mij een S. Er zit nog een hele voorstelling om hinnen bouwt. Mijn mooi verhaal. Toch even naar die vrouw, want Marijke Geertsma. Ja. Verste Groen, maar ook de vorige voorstelling, echt wier. Ja. Gewoon eigenlijk om je hem twaam. Ja, dat goed. Ja, ja, ja. En dan vertelde Suve Kijk, vader platenleven, dat je hem ook hoort best op jonge leeftijd troffen. Hè? Mm-hmm. Wie het voor dikke Mick? Nee, net voor een dag. Bij het theater. Marijke zit er al, die zit er krek bij. En ik praat nu over 4 jaar, 4 jaar. Dus Marijke weer er al, die heeft 4 cursussen daar al dingen dienen. Bestie het theater toen al? Ja, of, ja, ja. Er is een soort voorbetaaltje West met een aantal acteurs die producties dienen. Ja, maar Jeltsje Das en zo. En die namen en Dikkie Modderman. En theater is, volgens mij is die zo'n 60 op rug, of zo'n 60. Ja, alleen je moet op een gegeven moment, maar net als mij wist we het niet, van professionaliseren. En, ja, en daar hebben wij mooi begonnen. Ja. Ja, ja, ja. We hebben mooi, laat ik zeggen, we hebben mooi opgebouwd tot werd het kwam. Ja, ja, ja. En daar leer ik mijn Rijke kennen. En ze, dan zit me dezelfde hobby's, hetzelfde vak, hetzelfde doel in het leven eigenlijk. Dus dat, nou ja, nu hebben we zijn eigen zelfschip en dat is nog steeds dikke meek wat dat betreft. Ja. Ja. Ja, je knipt een pik in mijn regen en dan ben je per 30, 40, 50 hier verder, hè? Ja, 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 ja. Het rap, hè? Ja, het verrekte rap, maar ach, wij vinden het altijd mooi om te doen en we hebben, dat is ook wel mooi, we hebben in Friesland een publiek opgebouwd. De Biskouwburg en die bel je op van Heimek een première. Want dan willen we die graag hè. Dus als je zelf hier binnen, dan ja, dat doe je toch hoor. Ja, ja. Ja, we hebben heel goed contact met Francis, Sneets, Heerenveen, neem maar op. En dat,
dat hebben we wel opgebouwd, Mark, hoor. En, Want Vaste Groen komt nog. Ja. Nou, daar draai je met je bijna eigenlijk de belangrijkste rol niet. Ja. Echt wie er gong elk. Ja, hoor. Beetje hoe je. Ja. Als we hebben op die 100. Ben het toevalstreffers in de laatste jaren dat je met een je bij nog? Of je dat ook modereren, trieën, trok je beide carrières eigenlijk? Nee. Dit komt ik een beetje omdat wij te geren in 2013 zelf voor jezelf begonnen binnen, maar JM Theater weer. We zijn bij theater rekken, om zo maar te zeggen. En toen zijn we binnen net kleer. Dus en toen weer Lutz Jacobi. Die zei van, ja, maar Rijken bij theater, hoor. Ook wat van hem dwang ken. Ja. Zeg het maar. Nou, toen hebben we die inschakelen. Toen hebben we stichting oprichten. En dus wij zitten altijd beide eigenlijk in het in stik, om zo maar te zeggen. En nu dan hebben we er een gast bij. Want zullen we maar een beetje om de kosten denken. Het maakt geen geld kostje. Zullen we net een botel of tien meer, maar het maakt geen geld kostje. Nee. En zo dan hebben we een gast erbij. Ja. En dan hebben we soms een beetje een afwisseling van... stikken die het serieus binnen en stikken die het even lekker flauwekul. En Bokwit culturele hoofdplaats 2018, dat we een soort statement zien over wat er al gebeurde hier in Leeuwarden. Mijn knip eigenlijk. Ja. Want de artiesten kwamen met boerderland, maar ze vergeet nu zijn ambitie. Ja. We zijn door het zelf. Ja. Want je hebt vorige vaststelling, echt wier. Ja. Hoe confronteren wie dat? Want dat is een vaststelling die draait eigenlijk om een echt peer. Ja. Tenminste, dat speel je, maar ja, dat ben je dan ook zelf. Ja. Maar relatietherapeut. maar het is wel al een knipoog. En het is alweer. Maar toch liet ik het mij confronteren, of net? Nou, draai hem zo lang mij dat. Ja, dat valt daar. Ja, hè? We hebben eigenlijk wel humor over zijn eigen situaties. Weet je wel? We kennen wel genies om dingen die botsen of dit. Ik zit nu al iets voorbeeldje nemen. We ben ik daarin wel professioneel wat het betreft. We hebben wel eens ruzie gehad. Dan moesten we spelen in Wommels. We gingen Wudden in de auto. Dan reis naar Wommels staan. En dan was deel zo en dan was naar spelen. Ja. En toen zijn we in Wommels van... Ho, stop. Nu ben we weer te spelen, maar we parkeren dit. Ja? En dan zullen we nog verder. Ja, maar dan hebben we er wel even over. Ik zei, oké, maar we gaan eerst spelen. Nou, dan hebben we spelen. En iedereen heeft er wat van vernomen. We zitten er in de auto en zo weer omgaan. Zag ik bij je dat ik weer hoor. Oh ja. Nee, maar snap je, we hebben wel een modus invoeren om dat op te lossen. Ja. Ja. Ja, het lijkt me heel waardevol dat dat mensen bijna opbouwt. Absoluut. Absoluut. Want had zij in dat opzicht een hele hoge carrière hoor, voordat je van jezelf begon? Ja, maar eigenlijk komt uit het onderwijs, kleuteronderwijs. En letter naar basis natuurlijk, dan moesten die cursussen volgen in snits. Ik heb ook nog niet in het onderwijs zitten, omdat dat radiotherapeutisch gedoog, dat op een gegeven moment ik dat wel hoor. Toen ik het tjenst kwam, kook ik net zo goed met de rangen en stand. Weet je wel? Dat kwam door het tjenst. Ik denk, ja, hallo. Doe even normaal mogelijk hoor. Had je daar wat ontwikkelen? Daar heb ik... Voor een gevoel te missen? Ja, maar daar heb ik wel... Daar kreeg ik iets van... In de diaconessies wie het was de radiologen. Dat waren de bazen. En dan het hoofd van de afdeling. En dan wij. Weet je wel? En dan die street die er soms weer. Ik dacht, waarom we ben al in meesken? Doe even normaal. En toen dacht ik van, ja, ik met je waai. En toen zei mijn rijker, er was in het hele leven röntgenlaborant, bleu. Want ze doen weer theater nou net professioneel. Ik zei, nee, waarop? Ja, want ik probeerde me wel ziek te melden. Weet je wel. Toen zei je, wat was er maar in je leven? Nou, ik zei, onderwijs ligt me ook wel mooi. Toen ben ik naar de PA gegaan. Toen was ik al 4 jaar ouder als de medestudenten. En dat hielp wel wat. Ja. Want dan vregen de leraren soms om mij. Jan, wat vind je ervan? Maar toen ben ik naar onderwijs geworden. Heb je op Abengenskwallen in Snits, in Leeuwarden, Huizen. Nog een schot voor de klasdien. Maar Jacques Tichelaar. Toen duobaan met Jacques, commissaris Jacques Tichelaar. En toen kwam theater, Njontje 80 waren het een hele baan. En Njontje 88 is het volledig beroeps geworden. En toen winnen we bleed, ja, want toen koest hij dat onderwijs voor de hele weken verjetten. Ja. Want dit was zo west dan weer het wazen. En toen dacht ik, oh god, ik moet die hoort voor de klas. Wat maak ik dan? Dus dat weer wel goed dat ophoudt. Zo. Ja. En zo'n 88 beroeps. En dat wonden ze erin die eruit kwamen op een game ertussen? Ja, jongen. Professioneel acteur? Ja. Ja. Want toen had je wel wat dingen in het Nederlands niet, maar je bent wel een echte Friese acteur. Ja, en ik heb ik nooit... Had je ooit een poging gedaan of de ambitie gewoon om landelijk te gaan? Nee, ik heb wel mooi gedaan om bepaalde landelijke series, weet je wel. Russen en de Club en nou ja, van dat soort... Ja, had je wel wat om roken, maar... Ja, maar ik heb nooit echt de... Ik ben bij theater gekomen omdat Peter Tuman voortgong.
Sint Peter wie wil echt van ik wil. Die wil echt, die wil verder. Die wil verder. Ja. Ik heb het nooit zo bot gehad. Ik vind het, wat ik heel belangrijk vind, is het contact met het publiek. Van wij ben ik nooit als eerste, wij gaan nooit direct naar huis. Ik ben altijd nooit die. Dus het lacht uit ernaar. Nou, wow, heel vaak dingen. Maar even met de mensen praten, even aan een bar. 80% van de mensen die in de sales zitten, ken ik dus van gezicht. Ik denk, oh, die heb ik weer. Hey, alles goed. En als er landelijk is. En door stapt in Roermond van toneel hou. Ja, ik is de bus in. En de bus naar Hoester gebracht of ja, naar een verzamelplaats. Dat heb ik nooit hoor. Nee. Nee. Echt nooit hoor. Nee. Die ambitie. Nee. Misschien lik ik dan weer een beetje op uw mem van domme gewoon. Ja. Dat hoort net. Maar net al te bot en te volle. Maar daarom vind ik films, ik wil die in. No? Pieter Vroeven soort. En Steven Jong. En dat vind ik wel mooi. Omdat we een oorsoort meeskron die heen. Nou, en oren techniek, hè? Oren techniek, ja. Maar het heel, vaak liedjes spelen. Ja. De helft van 63 ga ik met die in. Ja. Daar moest ik wel om wennen, om die techniek. Want wij ben. Dan best echt letterlijk met een camera de man natuurlijk. Dat wist misschien ook wel wend met die series. Maar in dat dwarpshoes is een heel hoog verhaal. Dan maakt het een laatste rij dat we weer spreken. Ja. En film komt de camera bij die. Ja. Dus liets. Alleen al de toon, hè? Daar achterin, dragen, hoor. Wat zo is. Ja. Ja, dat is dat. Zullen we het sinds werk ik al je centerkes, hè? Dus dat hoeft het net zo bord meer. Nee. Want het is ooit gebeurd dat we op merken spelen. Dat hier is vroeger theater spelen hoe al, hoor. Ik op merken en partijen. En dat het in de pauze, dat de voorzitter kwam, die zei, want de zweef draaide, de shit-tenten, de bar wie hebben. En dat die voorzitter zei, kan je dat eerste bedoel nog een keer spelen? Want we hadden niet van, ja. Nou, dat zei, dat is goed. Maar dan maakt het spel uit. Dus dan hebben we het eerste bedoel nog een keer spelen. Dus dat kwam wel voor. Ja. Maar dat hoeft nog niet meer. We hebben nog mooie zendertjes. Ja, op een gegeven moment ook wel heel, ja, het is misschien wat romantisch geneuzel, maar. Hier wel wat. Het hier wel wat, ja. 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 Maar je maakt weer troon natuurlijk. Je maakt troon, ja. Maar altijd wel een echt acteur blijven, heb ik het idee. Er was wel dingen geregisseerd wel. Ja. Was al 60 films. Ja. Maar spielen, is dat wel spielie. De grote liefde? Ja, vind ik wel. En, nog steeds. Verroor het dat troonierend, de beleving eromheen? Of je dat altijd een beetje hetzelfde blijft? Nou, wat wel verroren is, dat vind ik het naturel spielen. Dat ze dat dan nemen. Dat leert rodeeren hinnen makkelijker te dwaan. Ik hoor bijvoorbeeld, ze zitten wel eens je kroep in de hoed van. Maar dat vind ik een foute opmerking. Je kroep net in de hoed van. Je loopt dat personage in jezelf. Want ik bleef altijd Jan Aarts. Ik ben altijd die lange Jan, maar dat weet je hier. Wat ik speel hier. Maar dat je dan toch de meesten ontroeren kennen terug wat je doet, dat je bij jezelf opziet je. Mijn grote voorbeeld is Donald Sutherland. Ik vind Donald Sutherland. Het komt misschien door de lengte, hè, dat wat mij te doen heeft. En kijk, ze daar een mooie karakterkop. Ja, joh, maar die ken met een blink of de met zijn wenkbrauw. Ja, en sympathiek wijzen, maar ken ik de Eye of the Needle bijvoorbeeld, de film, fantastische film. Is het zo'n gemene rotzak. Maar het is altijd Donald Sutherland. En dan denk ik, ja. Dat bloed, en dat heb ik mooi. De Niro en Al Pacino en dat soort mannen, dat zijn natuurlijk grote voorbeelden. Ja. Dus naturel, dat leest wel door het vaak doen en het. Het is net meer spelen, hè? Het is wezen eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk. Kroep in het karakter, hè? In karakter kroepen, maar net in de hoed van. Want je, de hoed, dat klopt het net. Je bent altijd jezelf, snap je? Beetje moeilijk? Nee. En ik vind het mooi dat ze het even uitlijst. Ja. Maar we hadden nog het spelen. Ik ga even naar de tekst staan. Dan kom ik kijken voort bij die namen trouwens. Leven daar voort maar even op in. Dat vind ik een nieuwsgierig verhaal. Als je op die namen googelt, dan pakt de vader Hon lezende Jan Arends mijn S. Ja, dat is net bij mij, denk ik. Nee, maar kom zo bij een verhaal van die uit. Ja, fantastisch. What happened? What happens? Nou, ik ben van A tot Z. Hè? Arends van A tot Z. En die schuift je altijd al grutsk op die Z. Die handteken van hem, dan just die Z op de ein. Heb ik. Hup, Z. Dus dat zit in u. En mooi die Frits de Vries, die leraar op de HBS, die bracht mij in verband met een dichter, Jan Arends. Mooi een S. En toen dacht ik van, dat is apart. Zelfs Jan Arends minder net. Dus dat deed me altijd bijbleun. Totdat ik jaren later, dus eigenlijk toen bij theater al, misschien 2000 Saffel of zo, kwam ik die naam weer zien. Toen dacht ik op een gegeven moment van, hoe zou het met Jan Arends wezen? Toen heb ik hem googelen en toen bleek dus dat die man
hoe kent in Jontje Fjallersante van het dak sprongen is. Ja, dat is. Ja, nee, dit mij net op mijn lijntje. Maar als ik het verhaal vertel, dus toen met de dronken kop. Ik ben er al van. Doe best er al van. En hij springt er al. En dan komt bewust. Die hast die naamgenoot. Ja. Jim, en die, ja. Nou, dat is heel dramatisch natuurlijk. Ja. Pleet zelfmoord. Ja. Maar springt van het dak al. Ja. En toen dacht ik van, waarom? Nou, hebben we dezelfde namen. En er in je letter verschil. Hoe kan het nou dat in je een prachtig leven hebt? Want ik vond dat ik een prachtig leven heb, vind ik nog. En zo'n man ziet zo in de knoop. Toen heb ik dat al eruit zocht. En toen denk ik, ik wil je een stikker mooitje. En toen heb ik dat zelf skreun. En uiteindelijk is eerst ben ik nog een beetje begeleerd door Bouke Altenhof. Maar uiteindelijk het Riens Graten me oppikt. En zo van, ja jongen, we beginnen ervoor. Ja. Prachtig stik. Ja. En zij is dat ontstaan. Dus, en toen bleek in ieder dat ik heet Jan Cornelis Arends. Mijn naam is Jan Cornelis van Kees. Dus hij dacht, er komt maar een jongen, dus we nemen beide naam, Jan Cornelis. En toen googelde ik en toen kon ik verder op zien. En hij is ik, Jan Cornelis. Move my C, G.C. Arends. Maar, en er bleken zoveel dingen, hij is het dagelijke geboren als mem. Er zitten zoveel dingen in die hetzelfde winnen. Alleen hij zei het leven net zo bord zitten. Natuurlijk heel depressief. Een wrakseling dus. Een wrakseling. Letterlijk. En nog een mooi verhaaltje, eventjes erachteraan is. Ik spiele dit stuk in Wons, in die tjerke. Wist je wel, in Wons, daar zit die theaterkerk. En er zit een man op de eerste rij. Een vrijgezette man. En die op een gegeven moment gaat de kop veroor. En mijn reactie, want ik praat, ik zie het publiek. En de reactie is van, als dat net mooi vies, donder dan op. Dat is de reactie op toneel. Het irriteert je gewoon dat je op de looi shot of wist wel. En ik in het stikken de oren en ik in de kleikimmer. En diezelfde man die klapt het op het door. En die zei het van, mag ik even met je praten? Mag ik even met je spreken? Hij praat Nederlands. Ik denk, nou, zes het maar. Als het niks vindt, doe maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, ja. Wist wel? Is zo, echt zo. Zo. Want dan ben je kwetsbaar. Je stel je kwetsbaar op. Ja. Toen zei hij, ik heb Jan Arends gekend. En ik moest zo terugdenken aan bepaalde dingen. Hij zei, de dag dat er vader sprong. Toen zei ik reed terug, hij was psycholoog. Ik reed terug vlakbij Roelof Hartplein, Wenneder. Ik reed er langs. Ik zei, naks om 12 uur lichtbron bij Jan Arends. Hij zei, ik denk, dit doog net. Dus ik bel je om. Hij zei, ik hier nog boodschappen van mezelf. Ik een pak malken, ik nog in dwarske bij me. En Jan Arends dat in zijn onderbroekje dat riepen. En ik zei, ja. Hij zei, Jan, dat was toch lekker sliepen, hè? Oh, ja. Ja, kom op, hé. Hey. Hé, hij is wel genoeg gedronken en eten? Nou, hier, hij is een pak malken. Hij zei, ik heb een pak malken, jong. Oren daar is Jerk, dat er sprongen is. Hij zei, en dat kwam al je boven toen ik naar die stik stierde te zien. Dus het weer van mij, ik denk, ah, ik moet ik net... Ja, dan ben je toch klaar voor de verdediging? Ja, maar in hier kan boven, nee. Ja, soms maar schakelen. Hè? Ja, maar dat is zo bijzonder. Ja. Ja. Heel nou, bijzonder project was, maar Riens. Ja, ik kan me voorstellen. En wat ook curieus is, Maarten van Roosendaal had er nog een meiwerker. Ja, 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 ja. Want die tocht, hij wie vregen om een noemer van deze vaststelling te schreeuwen. Ja. En die tocht ik door dat van de Jan Arends mayonaise, toch? Nou... Het was iets jongens, maar het was zo dat Riens Graten, maar die hier contact met Maarten van Roosendaal. En ik vroeg, Riens, als je mij wat van noemen, maar weer bijzet. Ik zei op de oi, nou ik zei Johnny Cash. Vind ik zo mooi. Ja, hij zei, maar dat is Engels, dat mag ik net hebben. Dat past net in deze voorstelling. Maar hij zei, dan moeten we de Nederlandse Johnny Cash vinden. Nou, ik zei, die dan? Ja, hij zei Maarten van Roosendaal. Ik heb nog wel een telefoonnummer van hem, ergens. Dus toen had hij Maarten bel en die hier iets van, ah, ja, 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 ja. Maar toen zei hij van Jan Arends. En toen dacht hij van, hey, mijn vriendin weet alles van Jan Arends. Ik doe dat even. En hij had er zelf een tekst uitzocht. Brood. Je hebt brood op ballen. En toen had hij dat nummer schreeuwen. Maar dat was inderdaad van mij dus. Maar. Ah, mooi man. Ja. Ik wil alleen maar weten wie ik ben. Een andere reden om te schrijven heb ik niet. Maar wie ik ben, gaat niemand wat aan. Jan Arends met een S. Zo, je toe dichter vind ik mij ook altijd een gedicht. Ja. Jerrelidder van de man. Fantastisch. Ja. Wie heb jij een oor? Maar dat is wat zeer strijdig. Hij ziet het een soort podium. En dagelijks zei hij ervan, dat je net niet wat om. Dus want je schreeuwt in gedichten om er niks meer te doen. Dus dat is zo. Dus die man die weer helemaal verknipt erin. Dat er. Dat had hem opfretten, blijkt. Ja. Verdikken. Ja. Bijzonder mooi, hè? Bijzonder man, weer Kees Bielstra, die we aan opraan. Ja. We draaien in ieder geval muziek van hem. Een van de meest begenadigde componisten die we ooit in Friesland hoorn hadden. Ja, absoluut. Maakt het product veel muziek. Ik ken hem ook als oud-collega bij de Omroep, overigens. Kees Bielstra, en natuurlijk, ja,
die prachtige film ik, De Dream. De Dream. Kees Bielstra en De Dream. Prachtige film. Prachtige filmmuziek. Daar wie Kees dan verantwoordelijk voor. Dit geval de film of de muziek of Kees Bielstra? Ja, maar ik... En Kees Bielstra en de muziek natuurlijk. Maar het was mijn eerste filmervaring. En daarom bleef je dat altijd bij. Wist wel? Wij spelen met theater. Die spelen in Zeelen. En dan krijg je niet in de camera bij de kop. En dan maak je scènes drie keer. Eerst totaal shot, dan een medium en dan een close. En ja, nou weet ik dat al. Ja, maar je doet net zo bot. En wat heel frappant weer, dat is dat de eerste keer dat we opnamen, je 84 volgens mij, dat Pieter Vroef zei, nou, bladzijde, ik neem maar iets, bladzijde 58, die en die scène. Ik denk, bladzijde 58? Ik zeg, godver, ik zeg maar, Jezus, hoe zit het met mijn karakter? Hij is zo bedoeld. Ja, ik zeg maar, kom ik voor op bladzijde 1? Ja, tuurlijk, dat is niet een van de daders die dat stellen in bij die arbeider. Maar ik zou, hoe vier ben je in mijn... Ja, hij zei, dat is goed, dat zo is. Dat is dus acteren van film. Je moet er zelf, je karakter zien. Waar zit ik op dat moment? Je kan net spelen als maar... No? Dus in die... Wat weten de oren van mij? Ja. En hoe schuldig lid ik zien dat ik ben? En dat soort dingen. Dus dat weer voor mij zo'n totale oren... En geweldig, hè? Pieter Vroef was een fantastische regisseur. Ja, maar wie wel even een eye-opener dus. Ja. En hij is... Het was wel een man die zei van... Jongens, ik ben nog met acteurs bezig. Even al hier opratten. En dan weer met u bezig om bij te praten. Nog even repeteren. Dus dat kwam wel goed. Ja. Maar ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment zei van... komt dat kabeltje net in beeld? En dat ze zei, je bent acteur! Bemoei je er niet mee! Ik zei, oh, sorry. Ja, ik bemoei me dan als regisseur ik een beetje met alles. Maar dat moet je net wel. Ja. Nou, en toen, ik heb mij die aan de Voeken. En dat wie van Steven de Jong trouwens, maar die horen. De Vuurtoren van Pieter Verhoef. Nienke, dat is wel een mooi verhaal, dat deed ik in mij. En toen weer de première in Harmonie. En Pieter Verhoef, die shot mij binnenkomen. En die denkt, oh jee, Jan. Hij komt naar me toe. Ik denk, wat is dit? Hij zegt, Jan, oh, ik hier een bel in, maten. Ik zeg, wat nou? Hij zegt, er ben sneuvel op een snijtafel. Nee! Ik ging maar naar een liedje scène. Ja, maar dan nog. Ja. Mooi Herman van Vos en dat wie doet zien vreunen. En die weer de man van VPRO.
Nou, ik denk, daar zit ik altijd in die film, want dat is zijn beste maat, no? Ja. Ik wist nooit, dat kwam er net niet voor. Maar dat vind ik niks. Ik twaalf verschillende filmmakers, Peter Verhoeven. Toch een hele oren oppakken, Steven de Jong. Ja, ja, ja. Merk je daar op de set wat van? Of is dat eigenlijk het vakwerk wordt wel een beetje op elkaar liek? Ja, dat liek het op elkaar. Dat is film. Dat is gewoon film, wist je wel? Bij Steven is een prima sfeer. En bij Peter Verhoeven wie het iets gespannender, ja, er zit wat meer spanning op het geheel misschien. Maar bij Steven, prachtig, vind ik mooi. Hè? Ja, ja. Ja. Ik kan ook Rutte Pier mooi aanleveren. Ja, leuk. En ik hou wel dat van dat soort putjes even. Is wel even, nou, even. Ja, want ik zit een beetje door in enorme loopbaan te grasduinen, om het zo maar zo te drukken. En dan is, kwam ik bij mijn eigen herinnering uit bij het Abendspektakel. Ja. Toch een meid in. Ja. En dat is wel heel oors. He? Dat is dat weer een belevenis. Ja? Dat is net even een lead sailtje, maar eigenlijk in het film. Dat zit er weer een hele oude techniek. He? Ja, joh, en dat we op oeral in de dun, maar Peer Gynt is. Dat is letterlijk locatie. Ja, en dan Hurdewien en publiek. Ja, maar Rick, dat je als je zenders hebt, dan komt het lood alweer uit dezelfde box. Dus als je dan op veld stierst, in het Abel Hensen stadion, en ik weer keeper, en ik je tekst, dan moest het wel weten wie die tekst zei. Want als je zo'n verlengde rugs, waar komt het waar? Ja. Ziek. Dus je moest eerst, dat weer een beetje een foefje, maar je moest eerst eigenlijk een beweging maken. En dan de lichten erop natuurlijk. En, ja, ik nog, maar dat weer ik vooral iets dwang. Daar wie Peter Tumman trouwens de meester in, want die dieren handen omheen en dan denk ik, oh, en dan begon te praten. Dus, maar dat heb ik van hem geleerd. Die moet een beetje onnacht loeken en dan tekst zitten, weet je wel. Maar dat Abe, dat weer zo geweldig. Ja. Toen dacht ik op een gegeven moment van, zoveel mensen in zo'n stadion, die voetballers, wat maakt dat ik verschrikkelijk werd. Want als je in je verkeerde actie moet zien, en er zijn zoveel duizenden die het fluitje. Of die zitten, rot op, of lul, of boeren. Ik denk, oh jezus, toen kreeg ik dat gevoel, wist je wel? Het verschil tussen held en slamiel is heel iets, hè? Ja, wat verdikker. En je weer achter camera's bij en de social media. Ja. Maar dat ben ik gewoon, op oeral, ik heb een geweldige ervaringen, op zo'n manier. Ja. Ja. We beginnen aan praten over Verste Groen, want die vaststelling, daar ben je nog. Morgen? Ja. Op het laatste eind, hartst denk ik. Hartst de tekst er wat in? Of ja, de tekst zit er aardig in. En we zijn nu een beetje aan het bijsliepen. Ja. En het voordeel is, we hebben in maart ben we al aan het repeteren geweest. Want ze hebben een mooi regisseur, de mooiste Brun Kuit. Van wanneer en die en wanneer en wij. En wij maar we repeteren. Het maakt ik net een heel soort yieldkastje. Dus dan doen we theater Snits het zeeltje beschik besteld voor een beetje yield. Dus. En dan ben we aan het repeteren. En dat gaat goed. Ja. Aans is alles over die voorstelling, het verhaal er achter. Maar eerst maar even naar de muziek. Wat ik zelf erg grappig vond, is dat je hem gitarist Eddie Mulder erbij vrijgehaald. Ja. Die is misschien net vooral verneemd, maar bij Noorwien zeker wel een fantastische gitarist. Zit in de progwereld. Ja. Hoe ben je bij Eddie kwam eigenlijk? Want, ja, weer heel bijzonder. Wij hebben de voorstelling, Verste Groen, die hebben we zien in het Nederlands. Van Seert Bisschop, die zien we in het Nederlands. Dat heet Het Grond. Maar wij kennen het Groen nemen, want theater heeft ooit de voorstelling gemaakt dat heette Groen. Een jubileumvoorstelling. En toen zagen we die voorstelling. En daar hingen ze een muzikant op het toneel. En die spelen een soort rolsje. Ja, je kon denken van die jet bij die vrouw, of die jet net bij die vrouw. Is wel zo. Nou, in elk geval. Toen zei ze, god, wij moeten gewoon een goede gitarist. Alleen maar gitarist. De gitaar is prachtig hierbij. En toen hebben we Jan de Vries bellen, die kennen we dan, uit Beeldhoeken. Ja, de Beeldker. De Beeldker. Ja. En Jan de Vries zei, ja jongen, dat is wel mooi en leuk dat je maar mij denkt, maar ja, dat moet dan allemaal gebeuren. En goddamme, ik zit nog net met andere dingen, maar nou, we zouden maar wisten ik een namen. Nou, ik zou hem met Eddie Mulder vragen. Dus wij bellen Eddie en die wie verbaasd dat we bij hem kwamen. Maar die wie iets van, wauw, een hele nieuwe tak van sport voor hem. En hij zei, even super een beetje zo van, oei. Ja, dat hebben we dan net terug dat het zou werken. Want wij denken gewoon even in je vrede en ja of nee. Weet ja, zo? Ja. Maar wij zijn hartstikke blij met Eddie. En hij speelt het samen van de voestwaai. En het is zo prachtig. Thank you.
en het nummer heet Butterflies. Komt van zijn album Horizons. Vaak de gast in Noorwegen. Ik met zijn prog band trouwens. Maar in dit geval werd hij speciaal nog even neemt op de poster van Verste Groen. Theatervoorstelling van Jan Arends en Marijke Geertsma. Schrijver Seert Bischoff en regie Brun Kuit. Even over het stuk zelf. Ja. Is het bestaand stuk of is het op je taskreuns? Nou, nee. We hebben het stuk, die Seert Bischoff, die kennen wij al langer als schrijver. En Jeroen van den Berg is regisseur bij theatergroep Jan Vos. En die volgen wij wel wat. Dat ben wel, dat is een prachtige groep mensen gewoon. En die ken ik wat, om zo maar te zeggen. Ja. Het Seert Bischoff had ik wel een stuk geschreven voor theater. Dat hebben we toen met de Elfstedentocht spelen. Mooi een omgekeerd huisje in de haven van Hilton. En wij vinden dat die man prachtig schreeuwt. En toen we hier zijn voorstelling in Glimmen, of Glimmerveen, nou, daar in de buurt, daar in Drenthe ergens. Dus zei Marijke, zullen we daar even heen? Ja, ik zei, hartstikke leuk. Dus wij daarheen en toen zien we dat stik. En wij winnen later onder indruk. En Seert wie er ik. Dus nooit iets in praten. En toen zei hij, Seert, speel hem dit ik in Friesland? Nee. Het weer nij stikt, wat doet een jontje? Krek van de corona, nou in die buurt. Nee, dat spelen we net in Friesland. Nou, Marijke zou mooi het oerzetten. Want Marijke zet hoe vaker stikken, hoe wordt het Fries? Ja, tuurlijk mooi dat. Nou, misschien kunnen we het spelen. Nou, dom maar. En zei je dat ontsteen en toen hebben we zo'n van het materiaal een beetje actualiseerd worden en een beetje meer naar Friesland. Dus we hebben het zelf in oerlees met Seert, die dan zou je steeds maar weer wat je hem hebben willen en dan zeg ik wel ja of nee. En toen ik heb bijvoorbeeld het ijsje inbracht, is er nog wat inbracht, omdat ik ben boerenzoon en hartstikke gek van ijsje Nijswarg. Dus het wetterpeil van de boeren hebben we erin die in en nou ja, zo hebben we dat een beetje mooi horen. Op haar boyen. Het verhaal even niet kwaad. Die vrouw Marijke speelt Renate. Ja. Is een journaliste. Ja. Krijgt een ongemak. Ja. Treft Rijn, de boer. Ja. En Fiers Moorkom, dat bist u. Dat ben ik. Ja. En dan ontsteert er iets. Ja. Twee werelden die eigenlijk bij elkaar komen. Ja, en ze zitten beide in een situatie. Rijn is, zijn vrouw is een zandje die links stond. Trok een raar ongeval met bollen. Iets met eerflappen hier, gele eerflappen. En hij went alleen nog op die pleats. En zij zit een beetje moeilijk in de mediawereld. Want dat is hier met de krant en ik zei die. Nou, het met Ayeroos, het met Grutter, het met de redacties, met de fruzie. De tiet helle je in. Ja, jong. Ja. En, maar dat had ik een beetje voor de boeren. Natuurlijk. En ik voor de boeren. Dus die hele problematiek van wat maken we nou? En hoe nou verder? En wordt er in eigen rol daarin? Wordt in eigen rol. En hoe zit de oren des in oer? Dat komt in dit stuk naar voren. En dan blijkt dus dat ze ik nog wel wat. Wat Falco Fjellen. Maar ja, hij is net meer trouwd. Hij heeft geen vrouw meer, dus het is voor hem net gevaarlijk. Omdat hij touw te zetten. Maar voor hij, zij heeft nog een man. En dat is een gitarist die ooit in Spanje gekomen is. En die had gitaarles. En die had wel wat. Is ik wat ziekelijk? Rint ik onder een doktershand. En ze had de BM van hun boy het hoes uit. Dus die zit ik op een soort twaspoor van wat doe ik met de rest van mijn leven? Dat vrees ik van die boer. Wat doe ik met de rest van mijn leven? En de boer, wat ik speel, Ryan, dat is, die heeft een dochter. Die studeert, die promoveert het in Wageningen. En die wil wel graag boer worden. Dus hij zit mooi. Die pleats is leren in hun bezit. Generatie na generatie na generatie. Maar hij voelt niks van het sentimentele gedoe. Maar hij wil zijn dochter net de kans ontnemen om boer te worden. Dat hij dat nog graag wil. Dan wil hij net zeggen van ik hoor op. En noem maar die stikstofregelingen en uitkeping. Heel actueel. Ja. Want hij kent zeggen van ja, keep je mij maar uit. En hij is binnen wat dat betreft financieel. Maar hij zit ook met die dochter. Nou, dat is dus de hele problematiek. Is er vooral de botsing van tussen twee meisjes of... Het is een leefde. Want je met een journalist en een boer. Dus ja. Ja, daar was al zei, daar fietst natuurlijk de actualiteit enorm terug in. Ja. Maar is het vooral een menselijk verhaal? Ja, het is hartstikke menselijk. Het is ook de leefde tussen die mensen. En het nou ik hoor appen. Het zit er, het is ik, ja, want het, ja. Misschien een rare. Maar je speel je dus eigenlijk een beetje een verkering waar hoort. Ja. Maar als je dat goed speelt, dan moet het eruit zijn. Als is het... Ja, ik bleef altijd Jan Arends en Marijke bleef Marijke. Maar het is wel, we hebben in maart hier wat mensen nodig die er een verstand van hebben. En gewoon niet geen verstand van hebben. Een stikke tolf, zo troll op. En die winnen gewoon hartstikke onder indruk. Die zijn, het is gewoon een heel leef, net zwier op een hoorn. Wel nooit denkend. Dat mensen, ja, we willen graag dat mensen rekken worden.
En we willen ruitsie. Dus, en dat gebeurt ook in dit geval. En dan is die Eddie, die muziek, is jongen, dat is piekenvel. Ja. Dat is echt piekenvel. Ja. Die zit ik op het podium en die soms ondersteunt hij de personages. Maar soms brekt er ik in dat het denkt van, ja, hola, dit geeft mij de vier. Want zullen het ken. Is hij een beetje het scanierwerk tussen die beide mensen? Ja, het is een beetje vanuit hem werd het regisseerd. Dat hij eigenlijk het verhaal vertelt van hoe komt het met die twa? Want hij is wel een deel ervan. Ja, heel spannend, maar prachtig. Echt een heel mooi leerverhaal. Hoe is het eerste? Vast. Want je vertel ons al even. Je bent van hemzelf begonnen. Je krijgt als nog al eens een envelopje van Drees, dacht ik ze nog. Ja, wij zitten al in Drees. Ja, ik blijf. Ja. Ja, de groeten van Drees nog steeds, ja. Ja. Het hoeft net meer. Nee. Dat soms dan zitten we midden in die drukte en dan zitten we, godsamme, daar ben we maar bezig. Ja. Maar het is. Is het nog steeds dezelfde frisheid, dezelfde eager, dezelfde. Yes, we bouwen iets op met de mast. Meestal kan vregen, maar de financiering moet erom. Ja, het is een heel gedoe. Zou ik de boeking in hebben? Ja, we doen een heel soort. Dat lijkt mij zo ellendig. Ja, maar het voordeel is, wij binnen dusdanig in. Het klinkt opskepperig, maar we zijn wel zo bekend in Friesland. Als ik ergens in bel en ik zit dit met Jan Arendt, en ze zegt, oh, hoe is het? Nou ja, dat mij 100 voorstellingen net boos toch? Dus om binnen te komen bij verenigingen. Die stress had er net meer van, dus. Nee. Dus wij sturen een mailtje of we bellen even en dan kunnen we daar wel weer te lonen. Ja. En we horen het wel laagdrempelig qua financiën dat het van de meesten ik uitken. Dus het is net zo. Stier ging er een dubbele trailer van de door. Nee, het moet in een liedskarke kennen, zeggen we altijd. En het gaat om het verhaal en net om de vorm. En wij hebben een garagebedrag. En als ze dat net hebben, dan zeggen we nou, maar we even nog hebben. Want ja, wij willen graag dat de meesten het zin hebben en dat we het weer spelen kennen. Ja. Had het ooit een rol spelen in die beleving? Je had natuurlijk altijd nog net de laatste budgetten, maar ik net giga. Geen grote producties. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat als we waarom zo een beetje grote lijnen, het gang altijd doet yield en dat is altijd te weinig. Ja, dat is wel wat samen. Maar. Bist er wel eens heel zagrijnig voor, nog net? Ja, als je die cultuur die toen opbrutsen, we hebben het even over de tijd van halve Sielsen natuurlijk, maar dat weer verschrikkelijk. Dat, ja. Dan, en dan zitten we op het theater en dan moesten we niet in, moesten bezuinigen worden. En wij moesten dan, dat ik een reden was dat we er net mee binnen, wij moesten niet in 30% inleveren, zelf van in de dag behoren. En dan zeiden we, ja hallo, wij hebben mooi geholpen om op die top van die berg te komen. En dan worden we dan ook even blauwen, dat Drees. Ja, maar wel heel erg pijnlijk dat je dat van je eigen. Ja, ik ben er heel kapot van geweest, ja. Maar eigenlijk, je hebt mij de trots gehoord. Ik het echt. Want hoe gang zij ermee om? Ja, een beetje nuchter. Die zijn, dan we vinden we wat. Weet je wel? We kunnen beide van de klas tegen bij wijze van spreken. Want financieel moesten we het doen wel in een zelf inleveren. Dus, het zet je gewoon nadenken dan, hè? Ja. En we winnen doen in die tijd, want het spelen in 12, dus wij winnen 60. Nou ja, dan mast ik nog even. Ja. Maar toen ben we voor zelf begonnen. En toen hebben we zo van, nou, we door de poort naar rond het gat en we door het weer. En, ja, spannend. Ja, we zijn nog wel heel benieuwd, hè. Want als het naar de oren, naar het theater shot bijvoorbeeld, daar ben ik net echt mijn verste meesten in het eerst. Acteurs en actrices. En wij, ik vind wel dat wij er met een constante artistieke discussie werden. Wat word je met bedrijf? En dat is nog net meer zo. Dus ik hier met de nood denk ik net met Tuesfield. Het is een bedrijf voor mij dan. Hè. Ik ben een boerensteener, ik heb wat een verlenen, maar ja, ze zoekt er nog een beetje naar daar. En wij hebben alles, door wij in Oerlis, Mark Koor en uw stichtingbestuur en verste regisseur. En we hebben alles gewoon van. Nou, wat vies ervan als we dit stik doen? En de regisseur had er ik een stem in. En die zei, ja, prachtig. Of misschien hebben we nog eens een vierde ziekje. Is er nog een oorstik wat met dezelfde thematiek is? Of, dus wel, dus, en maar schreeuwers, Bonne Steenster had echt wie schreeuwen. En dan ben je maar bonnen om tafel van. Ja, door het oud krantjournalist, hè? Ja. Ja. Maar die zijn ik nog wat oors. Zou de regisseur dan. En wij bent er nog maar in, zo net. En dan, ja, zeg je dat dan? En dat is ik wel, dat is een beetje theater in het lied, wat dat betreft. Zit je wel in een periode in mijn leven, we zoeken per vasthalen leven, hoe het 40 geert of net? Ja, we hebben nog wel wat ideeën van, nou, 24. Ik was er net naar de vreemde, maar ja. Daar zitten we nog net te volgen. Maar we zijn wel steeds bezig van ach, is dit ik wat voor u? Van, en het maakt altijd, vinden wij, over gevoelens gaan, over menselijke dingen. En het maakt meestal wat zissen. Het maakt me wat dwaan. Ik heb zelf, als ik ergens bij een voorstelling ben en het rekt me net, vind ik het een verlenen jong.
Het moet meer reizen. En het kan reizen, het kan in de onderbuik wijzen. Maar het moet iets meer mee doen. Want anders vind ik het, ja, dan zit ik eigenlijk naar het centrum en denk ja, kijk wat ooit dan kan. Even de Holland, wat zijn er 44 voorstellingen? Ja, 44 voorstellingen. Ja. 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 We doen eerste... met het Landbouwmuseum nog. Een soort geerwerken met het Landbouwmuseum, want het is een boerenproblematiek. En dan hebben ze inclusief roenleering. En dan spelen wij de voorstelling daarna. En dat, ja, ze zijn helemaal enthousiast. Want meestal die wollen wel dingen. Het Natuurmuseum had ik al eens aan van kom eens de koffie drinken. Maar dat ik nog wel. Ja. Première. Wens je 18 oktober. Ja. De Rode Loper gaat uit op het Jereveen. Posthus Theater. De première is 20ste toch? Ja, is gelijk. En ik zit hier nog een reclame te maken voor de try-out. Nou, met het mooie wel. Dan, ja. Nou ja, dat brengt me eigenlijk op een van de lijst van. Want je begint dan de try-out op Wezen en op Vreed de première. Ja. Hij staat dan überhaupt nog die tussen die, in die twee drie dagen nog wat te verhoren dan? Uit die ervaring of net? Nou, sterker nog, er zit hij intussen in. Die zit je net op. Ja? Van de waar ze, de toys hebben nog ergens ooit een putje. maar deze voorstelling, dat is besletten, maar dat is wel van club. Nee, maar de try-outs, dat binnen voor u is altijd, dat is eigenlijk spannender als de première. De try-outs, dat is het meestal voor het eerst sjoggen. En de première, dan hebben meestal het als jongen en dan is iets zekerder de première in. Maar er wordt net een bot verhoren, alleen de regisseur, dat heb ik zelf ook regisseer, er binnen wat liedse notes. Je mag net een bot meer opdrachten doen. Ik heb één keer dat ze nog een sign van de Duits voor de première, mooi Frederik Smink, speelden we de Hogeruzaak. En bij het theater, en toen kregen we nog een lied, dat moesten we nog even jongen te geren. Godsamme, hoe ben ik toen zenuwachtig geweest? Want we hadden tekst in de hoorn houden, want dat denk je, ja kom, hallo. Ja, maar van het gevoel had het net in de macht. Nee, dus. Dan is het, nee. Het moet zeker worden. Zeker niet, ja. Dan zeg ik het nog goed, try-out op wijze 18 oktober, Posthus Theater en de 20e de première in datzelfde theater, zeg ik er voor maar even bij. De Rijgame echt... ja, je zoon zit het loning, ja. Het Friese loning. Ja. Van dan wordt Jens en Minnes, Geer Balk. Nou ja, zoek ik nog wel even terug in. En was al zei dus, uiteindelijk, maar dat is in het najaar al. Ja. Een aantal vaststellings in het Landbouwmuseum. En dat is, ik zou zeggen, aan de boerderkant van Ljouwt. Maar dat is inmiddels insluitend trouw. Ja, 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 dus ja, in Ljouwt, in Tusken. Zijn oude McDonald's, hè? Ja, ja. Ja. Net stenen, maar erinnen. Ja. Zijn Schouwburg-directeur ooit. Ja. En, nou, daar hok mij ik breng nog vast. Vijfste groen dus los. Jan van der Gorski, die neemt toch maar even naar het lijstje noemen, hè? Ja. Dat is mijn groot probleem met alles wat Johnny Cage is. Daar ben ik. Ja. We'll meet again. Ja, dat vind ik zo mooi. Dat is zo kwetsbaar. En zo... In zienuitviering. In zienuitviering, ja precies. Het moet Johnny Cage werden. En ik heb een soort regisseerd. Maar ik heb een keer regisseerd bij Sult. In het Zuidwesthoeken. En toen heb ik dit nummer gebroekt. En dat is zo... Dat vind ik, ja, dat is voor mij Pikkevel. Pikkevel. We'll meet again. Of is het theater? Of is het een combinatie bij hem? Ja, ze had dit nummer opnaam in een periode dat het, nou, ja. Hij wist wel, ik zit in de laatste etappe. Ja, precies. Die verraksling, yes, ja. Trouwens bij die opnames op een fantastische manier. Waarom. Ja, precies. Nee, het is gewoon, de gewoon luisteren naar je nummer en dan gebeurt het. Ja. Ja. Dank u wel. Okay. And will you please say hello to the folks that I know. Tell them that I won't be long. And they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. I don't know where.